Excellentie, ik vrees dat wij geen compromissen meer kunnen sluiten. Ik vrees dat de val van het kabinet nabij is. We zullen zien. Na een lange ziekte overleed. Hij liet het testament achter. Daarin stond dat hij een schat begraven had. De kinderen begonnen meteen te graven, zonder resultaat. Ze konden de schat niet vinden. Tot de lente. Toen was de oogster. Ja, dus? Oogst, Maffie, de schat. Het is geen spanningje verhaal. Vertel jij dan maar eens een verhaal met spanning. Kijk dan. In één trein was Paul, Roos en Daud. We gaan stoppen, want die locomotief is kwijt. Dat is toch een mop en geen verhaal? Wat? Ja, Sandra heeft gelijk, Mavie. En elk verhaal moet een beetje magie, fantasie. Maar dat lukt nooit. Ja. En nu jij, Rosie? Wat? Maar je weet zelf, een verhaal zoals wij, geen magische sprookje. Oh, bedoel je die? Nee, niet zeggen. Oké. Er was eens. Goed. Sinds ik jou heb gezien, ik kan niet slapen. En de nachten worden... Ruszaj się! Ej, czekaj, zaraz wychodzę. En de nachten worden lang. Verslaat calorieën in een kilometers lang gevecht om een goed lijf. Sandra, gisteren ging het toch goed op school? Je vond het toch leuk? Maak je geen zorgen. Dan zal het vandaag toch ook wel goed komen, hè? Maak je graag geen zorgen. Je hebt er toch wel goed aan gedaan, hè? Een andere school voor je kiezen. Hoef je niet Mijn moeder maakt zich zorgen, want ik heb geen zin in dit schooljaar. Gisteren, op de eerste schooldag, hoorde ik dat de 3 docenten van kunst en cultuur ontslagen zijn vanwege bezuinigingen. Een school waarop je alleen wiskunde, biologie en natuurkunde leert, word ik niet vrolijk van. Dit jaar geen muziek, theater, dans of andere culturele activiteiten. Saai. Gelukkig op school heb ik mijn Maffie. Maffie is mijn beste vriend. Hij komt uit Polen en woont sinds kort in Nederland. Zijn lach maakt me blij. Als ik hem zie, voel ik me vrij. Liefde strandt in mij en de zon schijnt weer. Vlinders in mijn buik, tranen om mijn huid. Ga zoveel van hem. Als ik vraag, hou je van mij? Hij praat, lacht en zingt. Wat ik voor je voel, in mijn hart zal je blijven. Liefde is gevoel, dat van jou is versleven. Wat ik voor je voel, in mijn hart zal je blijven. Liefde.
mijn hart zal je blijven. Liefde is gevonden. Die gekke maffie. En natuurlijk Sandra, mijn jeugdvriendin. Ze zat vroeger op een andere school. Maar zij had daar zoveel problemen dat ze sinds dit jaar bij ons op school zit. En waar ga jij naartoe, lelijkaard? Ja, wat denk jij? Je bent toch die nieuweling? Hallo, we vragen je wat. Geef eens antwoord. Ja. Met je lelijke schoenen. Wacht, ik maak een foto. En voortaan... Om 10 uur ga ik naar de wc. Ik zal niet doortrekken voor je. Nee, laat me met rust. Ga weg, ga weg. We gaan het vanavond doen. Weet je het zeker? Ja, zeker. Cool, hè? Dus wat is het plan? 6 uur? Is het de etenstijd? Ja, dat is de bedoeling. Is goed. Doei. Doei. Ik heb deze meisje leren kennen. Ze is Pools. Ze praat heel de tijd Pools tegen mij. Ik heb al tegen haar gezegd dat ik geen post kan lezen en zo, maar ze blijft zo tegen mij praten. Je moet echt aan Maffie vragen. Dat is wel mooi, man. Ja. Ik kijk echt Maffie. Hey, Maffie, kan je me even uitleggen? Kijk, dat meisje praat heel de tijd post tegen mij, maar ik begrijp echt niet wat ze zegt. Kan je alsjeblieft zeggen, wat betekent dit? Kachantje. Wat betekent dat? Ze houdt van je. Nee, even serieus, ik moet weten wat het betekent, man. Ja, kachantje. Maar wat betekent deze woord dan? Ja, ik hou van je. En zeker, weet je wel? Echt waar? Ik moet het wel zeker weten, want ik ga niet zomaar... Ja, hey, Zer, waar ben je mee bezig? Ben je gek geworden of zo? Momo. Ja. Waarom zeg je nu weer homo tegen? Hij gooit prop in mij, hij is irritant bezig. Dat betekent dat jij hetero was, hè? Moet je heel de dag zo nodig de bevestiging hebben? Ja, ik ben hetero. Ja. Of twijfel je er misschien aan? Zer, ben gek geworden. Oké, groen hoed zo. Ja, kunnen we weer verder. Meneer, ze gaan allemaal zemmert gemaakt. Dat betekent homo, toch? Ja. Vind je dat erg? Eindelijk gaat het gebeuren. Vanavond ga ik het geheim van dit dagboek misschien onthullen. Dit heb ik op de rommelmarkt gekocht. Het lag in een oude doos met oude boeken en schriften. Een apart boek, of laat ik het zeggen, een stripboek getekend in Egyptische stijl. Het verhaal lijkt op een toneelstuk met veel humor en cynisme. Een satire over politiek en macht. Dat boek was in bezit van een leerling, die toevallig ook op onze school heeft gezeten, in 1939. Hij beschreef een geheime deur in de kelder van onze school, waarin een avontuur beleefde. Maar helaas zijn de laatste pagina's van zijn aantekening gescheurd. Maar wat heeft hij ontdekt? Wat heeft het boek te maken met zijn ontdekking? En, Maffie, heb je geliefde nog gesproken? Nee, ik hoef het nog. Je struikelt altijd met hetzelfde stukje. Ik kan niet over je... Fuck. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon jezelf zijn. Je moet het doen in je eigen woorden. Denk je? En Maffie, wil je me wat vertellen? Je geeft een mooie... Doe maar liever niet. Ik ga verder oefenen. Oké. Kijk, daar is Sandra. Dus, we weten niet wat ons te wachten staat. Nee, dat willen wij vandaag gaan uitzoeken. Misschien worden we rijk. Maffie. Wat? Ja, maar dat kan, hè?
Nou, dus wat we kunnen doen is we gaan hier de gang in. En als we dan de gang in kunnen, dan moet hier ergens moet de achterdeur zijn. Ja, en als we dan... gymnastisch kun je zien. Waar gaan we door? Nee, kijk, dan moeten we hierheen. Nee, nee. En dan zijn we hier achter. Snap je dat? Ja, ja, maar dan gaan we hier. Dan kunnen we door de KFC gaan. Nee, kijk, we gaan zo hier, weet je wel. En hier gaan we zo naar beneden. Nou, als we dus naar beneden gaan, dan moet hier een lokaal... Zo zijn we via de achterdeur naar binnen gaan. Daar hangen geen sensoren voor het alarm. Je zei toch dat er niemand was? Maar... Ik dacht dat we alleen waren. Ja, misschien is iemand uitgerust. Nee. Maar weet je zeker dat iemand volgt ons? Ja, ja. Kom, ga bijna naar kader. De beschrijving dateert uit 1939. Het was niet makkelijk om de deur te vinden na alle verbouwingen in de afgelopen decennia. We hebben wel een deur gevonden, maar het was zo donker dat we niks konden zien. En plotseling hoorden we de deur dichtklappen. Wat was dat eng? Sst, ik hoor wat. Ik hoor stappen. Ik hoor niks. Sst, luister, het komt dichterbij. Excellentie, u moet u beheersen. We zullen een oplossing vinden. We zullen! Dit is de tweede keer dat het kabinet valt. Morgen staan we op de markt in een poppenkastvoorstelling. Excellentie, het gaat u lukken om een derde kabinet te vormen. En hoe wil je dat in godsnaam? Ik hoor stemmen. Wat? Jongens, de deur. Sst. Excellentie, rustig. Nooit voldoende steun voor het kabinet. Wat is dit? Fransen van Putten. Ik haat die man. Rustig. Ik haat zijn naam en ik haat zijn functie. Kalm. Zie je niet hoe ze aangekleed zijn? Ja, kalm! Misschien kalm! Is het een kalm, je feiten! Wat doet zo'n man zonder enkele bekwaamheid en competentie in de politiek? Hij is sneller dan andere enige miljoenen uit de javanis te persen. Ben ik dan de enige die zich ergert aan het wegsmijten van waardigheid? Hoe bedoelt u? Begint u mij nu ook al lesjes te leren? Het zijn mijn woorden niet, excellentie. Het schreef Multatuli over Fransen van der Putten. Hou op over die naam. Ik wil die naam niet meer horen. Ik wil drinken. Heb je je neef uit Schiedam meegenomen? Ja. Luister. Over afpersen. Het is een criminele organisatie, hè? Excellentie. Nee! Maar ik was nog helemaal niet klaar. Ik wil er helemaal niks meer over horen. Ik denk dat het enige wat mij nog redden kan, dat is een wonder. De drie wijzen. De drie wijzen? De drie wijzen, ja. Zij wijzen mij de weg. Excellentie, ik denk dat u... Ik wil een sigaar. Het enige wat ik wil is een sigaar. Pak die sigaar en verdwijn uit mijn zicht. Excellentie, er ligt daar... Maar, excellentie... Ja. Die sigaar... Excellentie, die sigaar... Deur dicht! Wat een onzinnige toestand. En? Frans. Wat? Putten. Wat gaan we... Wat van die naam? Weet ik veel. Ja. Sst, straks hoort hij ons. Wat wil je doen dan? Zeg dan. Ja, ik weet het, misschien met die man praten. Ja. Heb je erover nagedacht wat je tegen hem gaat zeggen? Ik weet niet. Misschien. Hallo, wie ben je? Nou, weet je wat? Ga maar. Ga. Ja, ja, ik ga. Ik ga. Een derde kabinet. Ik kan het vergeten. Vergeten kan ik het. Meneer. Hallo. Wie ben jij? Wie ben jij? Bo. Hey. Hier, hey. Hallo. Hey, kom maar. Hey, wat is er gebeurd? Ik weet niet. Meneer? 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 Dat is goed. Hey.
Meneer? Je slaapt zelfs niet meer. Meneer? Sst, ik hoor wat. Ik hoor stappen. Kom, we weten. Excellentie! Excellentie! Wat, wat is er gebeurd? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Heb je ze niet gezien? Wie? Ik ben hier alleen. Ze waren met z'n drieën. Ik ben het, Johannes. Heb je ze niet gezien dan? Ik heb niemand gezien. Er is niemand geweest sinds ik hier weg ben. Ik moet ze hebben. Rustig. Ze waren hier echt. Aha! Daar zijn jullie. Kom maar tevoorschijn. Kom maar tevoorschijn. Ga maar zitten. Op die stoel. En jij ook. In het midden. En jij hier. Zo. En? Ben ik nog moe? Want daar zitten ze dan. Alle drie. Wie? Er is helemaal niemand. Wie? Daar zitten ze. Met z'n drieën. Deze drie waren het. Welke deze drie? Welke deze drie? Die drie! Maar ik zie helemaal niemand. Hoe kan dat nou? Daar zitten ze! Excellentie, komt u even zitten. Zitten? Waarom zou ik gaan zitten? Je moet ze zien, het kan niet anders! Ik zie niemand, excellentie, maar ik wilde u net wat vertellen, maar daar kreeg ik de kans niet voor. Wat wil je vertellen dan? Het komt door die sigaar. Sigaar? Komen deze drie spionnen uit de sigaar? De nota ligt daar. Het blijkt dat de tabaksindustrie tabak met softdrugs mengt in India. Softdrugs? Ja. Wat? Maar je moet ze zien! Ik zie niemand, excellentie. Jij! Til me op! Til me op! Wat is dat voor ons hier? Til me op, zeg ik je! En? Zie het nou! Hé! Zet me neer! Zet me neer! Zet me neer! Johannes, word wakker! Word wakker! Johannes, hey, je moet ze gezien hebben. U vloog. Ik vloog helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij? U vloog. Je zit in het complot. Nee. Je zit in het complot. Nee, dood me niet alsjeblieft, dood me niet. En dus? We gaan naar huis. Naar huis? Je moet rusten. En nu jullie. Jij. Waar komen jullie vandaan? Wat doen jullie hier? Hoe zijn jullie hier binnengedrongen? Wat zijn jullie plannen? We komen van de kelder. De kelder? We zitten hier op de tweede verdieping. En jullie zijn hier binnengedrongen door de kelder? Nee, dat dagboek. Dagboek? Ja, verhaal. Welk avontuur? Welk avontuur? Welk verhaal? Ja, die verhaal van die dagboek. Daar. Ja, en dan? Wat verder? Ja, ik weet niet. Maar wat doen jullie dan bij mij? Ja, maar wie bent u? Wie ik ben? Jullie zijn hier mijn kantoor binnengedrongen als een stel circusartiesten. En nu vragen jullie wie ik ben? Ik laat jullie arresteren voor spionage. Johannes! Excellentie, wat kan ik voor u doen? En? Ziet u ze nu? Wilt u alsjeblieft dat ding niet op mij wijzen en daar even gaan zitten alsjeblieft? Je probeert me gek te maken, hè? Nee. Waarom doe je dit? Ik denk dat u gewoon moe bent. Kom, we gaan naar huis. Meneer, u bent niet gek. Is dit in ons verhaal? We gaan weg en alles is voorbij. Ja, waar staat ie? Ik besta niet. En nu? Besta ik nu wel? Ja. We gaan het opnieuw doen. Waar komen jullie vandaan? Uit Rotterdam. Ja, Rotterdam. En waar uit Rotterdam? Afrikanenplein. Nesselanden. Kapelle. Afrikanenplein? Nesselanden? Kapelle? Waar ligt dat? Wat is dat? Bestaat niet. Hoezo bestaat niet? Ik heb mijn tablet vergeten. Tablet! Lees jij tablet? Kan jij dat ontcijferen? Ja.
Goed. Wat staat daar? Wat is dat? Wat dat is? Ja. Dat is dus een tablet. Nee, tablet is elektronisch bij touchscreen. You know? Touchscreen? Ja. Ik snap het. We zijn in de tijd gereisd. Ja, dat denk ik ook. Jullie kijken te veel films. Meneer, heeft u misschien een kalender? Een kalender? Ik vind jullie vreemd. Waarvoor? Waarvoor? 1866. Meneer, wij leven in het jaar 2013. Door de tijd gereisd? Wie ben ik? Jullie komen uit 2013? Jullie maken mij krankzinnig. Excellentie. En jij? Jij zit in het complot. Meneer, wij gaan weg. Jullie gaan helemaal nergens heen. Zitten! Zitten! Jij hebt een Pools accent. Jij komt uit de kolonie. En jij, aha, jij bent de leider. Dus ik werk voor de kolonie en de Polen. Wie betaalt jullie? Wie betaalt jullie? Kom op, wie betaalt jullie? Of ik schiet! Johannes. Johannes? Wat die sukkel die je bent! En wie zit er nog meer in het complot? Nostradamus. Ik word krankzinnig. Nee, je wordt niet krankzinnig. Je wordt hijzinnig. Johannes, jij, na al die jaren, waarom? En jullie? Is het nu eindelijk afgelopen met die circus act? Gaan jullie nu eindelijk vertellen wat jullie eigenlijk van plan waren? Hè? Wat jullie plannen zijn? Willen jullie mij vermoorden? Argan. Wat? Wat zei jij daar? Argan? Ga je me nu eindelijk die naam nog geven? Ga jij mij nog vertellen wie er achter dat complot zit? Oh ja. Ik weet hem. Judas! Dit gaat slecht eindigen. Ik weet niet wat we zouden moeten doen, hoor. Ik heb geen andere keuze dan jullie te laten arresteren. Er zijn methodes om jullie aan het praten te krijgen. Maar jij! Ik laat je persoonlijk ophangen voor hoogverraad. Jij en al die lafaards die mij proberen te saboteren om te voorkomen dat ik een derde kabinet vorm. Noem jij mij nu een verrader? Een lafaard? Mij? Ik heb dag en nacht voor jou klaargestaan. Ik heb jou geholpen met je campagne. En nu noem jij mij een lafaard? Hè? Alleen omdat je geen derde kabinet kan beginnen? Oh! Misschien moet jij het maar laten bij twee. Hè? Ben je het derde niet waardig? Met wie wil je gaan regeren trouwens? Hè? Met wie? Zeg dat. Met wie? Maar ik heb ook goede resultaten behaald. U wordt verleend door uw machtloos en ego. Het wordt tijd dat de vrouwen aan de macht komen in de politiek. Maar Johannes, sinds wanneer kom jij op voor de vrouwen? Ik dacht dat jij... Ja, nou, zeg dan. Ja, ik kan het niet zeggen. Wat? Dat je op mannen viel. En u valt alleen op uw eigen ego. U hebt geen idee wat u de mensen allemaal aandoet met uw politieke ideeën. Het wordt tijd dat de vrouwen in de politiek komen. Ja, maar hoe wil je dat doen dan in deze conservatieve maatschappij? U gaat nu een deur openen. Ja, maar hoe dan? Sta op. Jij gaat nu de eerste vrouw toelaten aan de universiteit. Zij heet Aletta Jacobs. Zij is 17 jaar oud. Zij heeft u een brief gestuurd met een verzoek om naar de universiteit te gaan studeren. En daar ga jij voor zorgen. En ik ga hier weg. Nou, zie hier eerst maar eens weg te komen. Ik ga hier door de achterdeur. Oh, heb ik een achterdeur in deze kamer die ik niet ken? Ja. Ik verdwijn. Er is niets gebeurd. Ik heb uw waanzin niet gezien. En u schrijft geschiedenis door de toelating van de eerste vrouw aan de universiteit. Uw naam zal in alle kranten verschijnen. Zijne excellentie, Thorbecke en de vrouwenemancipatie. Is het zo? Thorbecke? Ik wil weg van je. En dit verhaal is afgelopen. Pff, dat gaat je niet lukken. We hebben je zo weer gevonden binnen een dag.
Ik sla meteen alarm zodra je deze kamer verlaat. Dat ga jij niet doen. Oh nee? Nee, dat ga jij niet doen, nee. Maar wat doe je? Maar wanneer krijg ik mijn schilderij weer terug dan? Dat zul je vanzelf wel zien. Ik ga. Ante forest clauditaliut. Parameo. Tamio. Ik heb het. Wat? Het dagboek. Wat dagboek? Het dagboek is van Johannes. Wat? Wat bedoel je? Maar Johannes! Geen tijd om uit te leggen. We moeten hier weg. Ga niet weg. Ga niet weg. Zeg, wat doen jullie hier allemaal? We kwamen uit de kamer. Van die tunnel daar. Tunnel. Hé, waar is Maffie? Waar is Maffie? Hé! Hey. Ga weg! Waar is Maffie? Waar is Maffie? Hé! Hey. Hé! Hey. Waar waren we ook alweer? Bij de tunnel? Het zal wel. Mevrouw Verleg, wilt u even komen? Kan iemand mij vertellen wat die drie in godsnaam hebben gedaan? Welke drie? Die drie. Wat deed die in de kelder? Wie bedoel je? Mevrouw Quint, mevrouw Hagman, de heer Jansen. Je bedoelt de kunst- en cultuurdocenten die je vorig jaar ontslagen hebt? Die werken hier niet meer. U beweert dat ik hier alleen ben? Ja. Volgens mij wordt u overspannen. Ik denk dat beter is als u naar huis gaat. Maar er is één ding wat ik niet snap. Wat is er eigenlijk met Johannes gebeurd? Verdwenen. Niemand heeft hem meer gezien. Het blijft een mysterie. Sommige mensen beweren dat hij nooit heeft bestaan. Hoe bedoel je? Ik zal jullie het verhaal vertellen. Nee, niet vandaag. Er was een... Oh, nee. Kut. Catfish the movie was my story. Catfish the TV show is yours. Explain to us, so you met Caroline on a dating website? Yes, the guy Muffy told me that a girl really liked me, but it wasn't so.